Er mag dan met name in de zomermaanden heel wat pleziervaart langsvaren. Ook voor het goederenvervoer is het water zeer geschikt. In dit waterrijke deel van Holland wordt er dan ook flink gebruik van gemaakt. Het blijft altijd interessant om te zien hoe een boot geschud wordt en hoe hij na het opengaan van de sluisdeuren vanaf de Linge zijn weg vervolgt. Vroeger meerden vracht- en passagiersschepen aan buiten de waterpoort. Tegenwoordig is hier de aanlegplaats voor de ponten van de gemeentelijke veerdienst. Daarmee kun je naar diverse bestemmingen aan de overkant van de Merwede. Naar het stadje Woudrichem bijvoorbeeld, naar Sleewijk. Of naar Loevestein, het kasteel van roofridder Dirk Loef van Hoorne. Later de staatsgevangenis waar Hugo de Groot een tijdje zat opgesloten. Samen met de vestingen Woudrichem en slot Loevestein vormt Gorinchem de vestingdriehoek. Zo kun je op één dag drie provincies bezoeken, 600 jaar geschiedenis beleven en twee rivieren bevaren rond de Hollandse waterlinie. Gorinchem biedt volop gelegenheid om gezellig te winkelen in de binnenstad. Het uitgebreide winkelbestand vervult een regiofunctie. Alsof dat nog niet genoeg is, kent de stad op maandagmorgen een warenmarkt rond het Gorinchems Museum en de Grote Kerk. De plek om te kijken en te proeven, te keuren en te kopen. En dan hebben we het nog niet eens over speciale jaarlijkse markten als de Paasmarkt en de Pinkstermarkt.